Jij bent gemeen. Jij bent me aan het schoppen. Hey, jij bent Inge. Ja, ja. Ik heb het wel guerrilla acteren genoemd. Omdat we gewoon, ja, omdat je gewoon gaat bekijken wat je tegenkomt. Nou, voor mij was het heel belangrijk, want ik heb het met Paul wel over gehad. En die had eerst als idee dat die jongen een aantal dingen zou doen waardoor die heel verdacht werd. En ik had zelf zoiets van, ja, maar het dilemma zit veel meer in een moeder in dit geval zelf. Van, heeft nog niet eens zozeer met de jongen te maken. En dat vind ik wel goed dat dat er zo uitkomt. Waarmee de jongen eigenlijk ook slachtoffer wordt van een situatie, ja, van deze situatie. Dus dan vind ik wel mooi dat de hele dader-slachtofferrol eigenlijk weer een soort van omdraait. Ja, het is allemaal heel snel gegaan. Dus ik heb eigenlijk een paar keer met Paul op en neer gemaild. En verder vond ik het... zijn thema's die ja, best dicht aan de oppervlakte liggen. Ik heb zelf ook mijn eigen dochter naar een crèche gebracht. We hadden dan bedacht dat ze net gescheiden was en werken. Kinderen combineren. Nou, die stress ken ik ook wel. Dus ja, een beetje gevoeld van hoe is dat dan voor mij. Ook wel met vriendinnen eigenlijk over gepraat. Het gros zei van nee, natuurlijk niet. Ja, dat kan nou niet meer. Met een gemak waar ik wel van schrok. Vooral het gemak. Dat ze dus blijkbaar nu met z'n allen kunnen zeggen van... Nee, dat is een man. En nee, natuurlijk hoeft geen Robert M. te zijn, maar ik neem het risico gewoon niet. Zo makkelijk. Ja, dat vond ik best heftig eigenlijk. In de studio Inge van Swieten met haar kind. Want Inge, je hebt je kind van de crèche gehaald. Ja, dat klopt. Waarom is dat? Ik bracht haar vanochtend naar de crèche. En ik werd daar geconfronteerd met dat er een mannelijke crèche-leider was. Ja. En in de loop van de dag heb ik toch besloten om haar op te halen. Zolang ik in een soort filosofische rol zit... en vind ik het beter dat kinderen gewoon meer in aanraking zouden komen met mannen. Ook als je ziet hoe bijvoorbeeld jongetjes op school altijd maar gezegd worden... doe maar rustig en zo. Nou ja, dan breekt mijn hart gewoon. Denk, laat die kinderen alsjeblieft... rennen en iemand die er ook leuk vindt. Kijk, ik zou dat ook heel irritant vinden. Maar dat heeft toch iets met man-vrouw te maken. En tegelijkertijd, als moeder wil je gewoon de maximale veiligheid creëren voor je kinderen. En als dat... Ik weet niet of ik me daar dan heel erg in herken dat ik nou dat ik dat zou doen. Maar ik kan het me wel heel goed voorstellen dat niet veilig zou voelen. Ja, ik heb eerlijk gezegd zoveel leuke, zachtaardige mannen om me heen dat ik me daar niks bij voor kan stellen dat je dat eng zou vinden. Maar dat ik wel ken dat je gewoon alles moet wijken voor de veiligheid van je kind. Ik heb één keer mijn kind bij een oppas achtergelaten waar ik me niet helemaal goed over voelde. Nou, dat was afschuwelijk. Dat was echt een van de rotste dagen in mijn leven. Dus dat doe je gewoon niet als moeder. Daarom vond ik het ook best belangrijk dat dat werk en de oppas combineren er ook in zat. Omdat pas als je rust hebt over dat je kind veilig is en oké, dan kan je lekker werken. Dus ik zou altijd tegen een vriendin zeggen... van wat geeft jou het meeste rust? Wanneer denk jij van nee, maar nu kan ik gewoon echt het loslaten en mijn eigen ding doen? Dan is het ook zonde dat je er zoveel geld aan betaalt en misschien met schuldgevoel dat die deur dicht doet. Wanneer voelt dat voor jou het best? En als dat zo is dat niet bij een man is, wat dus heel vaak zo blijkt te zijn, dan zou ik dat adviseren. Ja, en daar schaam ik me dan ook nog een beetje voor.